Max Verstappen, de jongste Formule 1-coureur ooit. Volgens kenners geboren wereldkampioen. Op het kartcircuit van Genk, waar het allemaal begon, vuurt Exact in hoog tempo vragen op hem af. Kun je tegen je verlies? Over druk, snelheid en media. Over zijn vurige ambities. En natuurlijk, is karten met je vrienden nog leuk als je Formule 1 rijdt? Dit is Ask Max. Nou, altijd als je hier terugkomt, zeg maar, waar ik begonnen ben op dit kartcircuit in Genk, ja, is toch altijd wel iets speciaals. Kijk, ik heb van mijn 4e tot mijn 16e, zeg maar, gekart. En ja, veel tijd doorgebracht. En dan is het altijd wel leuk om weer terug te komen. Waar ik me het meeste soms over verbaas is dat ze al verwachten dat ik volgend jaar wereldkampioen word. En ik denk dat dat er nu nog niet in zit. Ik heb op dit moment nog geen fotograaf achter me aan gehad. En daar ben ik ook heel blij mee. Je denkt er altijd wel even over na voordat je iets op Instagram zet. En zeker als je in een relatie bent dan. Dus, maar je kan dat ook niet stilhouden. Dus dan is het ook beter om het gewoon officieel te maken, dat iedereen het weet. En dan daarna is alles gewoon privé, wat daarna gebeurt. Maar dat ze in ieder geval wel weten wat er aan de hand is. Nou, we gaan nu eindelijk beginnen met rijden. Het leukste gedeelte vind ik. Hier mijn teamgenoot eigenlijk van het karten en concurrenten vandaag, zeg maar. Ja, dit is Jorrit Peks. Dit jaar ook wereldkampioen geworden in de hoogste categorie in het karten. Dit is zijn jongere broer Stan Peks. Door hem ben ik eigenlijk ook begonnen met karten. Dus dat heb ik aan hem te danken. En hij was 5e op het WK. Dus ja, toch een aardig goede competitie, denk ik. Iedereen kan wel een snel rondje rijden. Ik denk dat veel mensen talent hebben, maar het is naast de baan waar je uiteindelijk het verschil gaat maken. Door hard te werken. Hoe je met het team omgaat, hoe je voor de dag komt, niet arrogant zijn. Gewoon jezelf zijn, vriendelijk, met de monteurs praten. Uiteindelijk ben jij gewoon net zoveel als een monteur. Alleen jij bestuurt de auto. En daar vind ik geen onderscheid in zitten. Dus dat is gewoon heel, heel belangrijk. En uiteindelijk als je dat soort dingen allemaal doet, dan hebben ze je ook graag. En dan ook als je een keer schade rijdt, dan bouwen ze hem ook weer graag voor je op. Engineer. Wie is dat? De engineer. En wat doet hij? Nou ja, de engineer is voor mij het allerbelangrijkste, want daar sta je altijd mee in contact en die is het dichtst bij je. En daar stel je eigenlijk de auto mee af. Met hem, hij is echt wel de belangrijkste persoon en hij moet je ook begrijpen wat je wil. Want het moet niet alleen van jezelf komen, maar zij moeten ook al, zeg maar, op een gegeven moment weten zij wat je rijstijl is en wat je nodig hebt om hard te gaan. En zo begin je op elk circuit. Ja, kijk, er gebeuren altijd wel inhaalacties, maar ik denk dat het meer soms gewaagde inhaalacties zijn waar ze het misschien nog niet hebben gezien. En vandaar dat ze het soms wel heel speciaal vinden en denk ik misschien ook wel voor mijn leeftijd dat ze dat niet hebben verwacht. Maar ja, hoe doe je dat? Het is gewoon gevoel en inzicht. Dit is de eerste keer dat we via hashtag AskMax33 vragen gaan beantwoorden. Dus ik ben benieuwd. Vraag van Demi Hendricks. Hoe zit het met je studie en heb je nog wat tijd om te leren? Nou, ik denk als je Formule 1 rijdt, dan is er weinig tijd over om nog iets aan je studie te doen. Dus op dit moment niet. Volgende vraag van Erik van der Meijden. Hi Max, zullen we een dagje ruilen? Jij CEO van Exact en ik in jouw raceschoenen. Ja, prima. Voor één dag, maar niet meer. Wat is je favoriete serie of film? Nou, dat is dan wel absoluut de Hangover films. Dat vind ik wel lach. Het zou wel mooi zijn toch, om dat een keer mee te maken, zoiets. Volgende vraag is van Stefan de Vries. Verschillende coureurs, Massa en Grosjean, hebben het over je leeftijd en roekeloosheid gehad. Hoe ga je hier zo kalm mee om? Nou, eigenlijk gewoon heel relaxed blijven en altijd, voor jezelf opkomen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Niet over je heen laten lopen. Wat wil je vragen aan je toekomstige zelf in 2030? Ben ik meer dan 7 keer wereldkampioen geworden?